Zo, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes, een hele goede zondagmorgen. Nou, wat moet ik ervan zeggen van vandaag? Ja, het was hem niet vandaag. Tenminste, niet wat ik normaal gesproken verwacht. Bedenk, meemaak, noem maar op. Ik vond het lastig vandaag. Ik weet niet of het kan. Misschien dat het te maken heeft met het feit dat ik zometeen eerder weg moet naar het voetballen om de taken van Paul eventjes waar te nemen. Met bijvoorbeeld het ontbijt. Paul is vandaag een weekendje was hij weg. Dus vandaag kon je er niet bij zijn. Dat geeft niet. Dat neem je gewoon over. Maar het zit wel een beetje in je hoofd, denk ik. Misschien. Dus ja. Het was niet. was niet bijzonder vandaag. Papa. Nou ja, wat kunnen we dan meer. Ik wil mijn politiek niet helemaal uitlaten. Want het was wel een aansverschuiving, maar het was wel afgelopen woensdag. Pooi. Maar goed, blijkbaar heeft Nederland het toch nodig. Anders dan wordt het niet zo. Krijg je niet deze uitslag. En ik denk dat dit een melding is nog van ongeveer 4 jaar terug. 4 jaar terug ging de gedachte al van de VVD moet er uiteindelijk weg. En sterker nog, kreeg ze er drie zins bij. En ik denk dat heel veel mensen zich hebben laten leiden door van ik hoef niet anders te stemmen, dat doet iemand anders wel voor mij. En zo, omdat alle geluiden toen al richting. Niet per definitie meteen richting PVV gingen, maar in ieder geval de andere richting op dan VVD. En dat is toen niet gebeurd. En er zijn heel veel Nederlanders zijn ervan geschrokken en dan blijft het 4 jaar zitten. Daar had je nog ze hebben zo'n poging gewaagd tot de motie van trouwen, maar dat is toen niet gelukt. Dat is niet doorgekomen. Waarom mag dan ook wel Joost weten? Nou ja, Joost die wist het ook niet. En dit jaar was het echt gewoon. Was gewoon klaar. Nederland was gewoon klaar met dat hele VVD gebeuren, onder andere. Natuurlijk niet alleen VVD, maar goed. Mensen hebben nu een duidelijk geluid laten horen van en nu tot hier en niet verder. Hoe dat nu gaat uitpakken, dat is natuurlijk eventjes afwachten. Voor velen. Kijk, alle standpunten die Wilders heeft, kan hij toch nooit allemaal waarmaken. Er zal een deel van waargemaakt kunnen worden, een ander deel door bepaalde omstandigheden dat gewoon niet gaat lukken. Maar dat er wat teweeg gebracht gaat worden, daar ben ik wel van overtuigd. Ik heb overigens geen PVV gestemd. Ik heb op de lijst Omtzigt gestemd. Heel eerlijk, een klein beetje neutraal. Iedereen dacht natuurlijk ook dat Omtzigt dan wel eventjes premier zou worden, maar die heeft dan te veel getwijfeld. Maar het gaat niet over. Het ging voor mij niet zozeer over Omtzigt zelf, als wel over de standpunten die ze hebben. En ook al was Omtzigt daar, dat kan hij ook niet. Dat zie je altijd gebeuren. Ze hebben standpunten, ze hebben een richting waar ze op willen. Maar als je dan kijkt van wat hun partijwaarden zijn of daar waar ze voor staan op dat moment, wat ze willen met de partij, dat komt toch nooit. Er komt nog minder dan 50% van terecht. Meestal is het altijd zo van ja, we hebben hier een partijprogramma en dat willen we graag uitvoeren. Maar ja, als je dan daadwerkelijk kijkt naar bij wijze van spreken 4 jaar wat er van het partijprogramma geworden is. Dan komt er weer dit, dan komt er dat tussendoor. Dus dan krijg je allemaal weer van die rare dingen. Dus ja, partijprogramma's is leuk, maar ze weten dan natuurlijk wel welke richting je op wil gaan denken. Dat is wel. Maar zoals bijvoorbeeld Wilders met zijn programma, die krijgt dat toch nooit 100% erdoorheen. Dat is
Dus ik denk dat dat een beetje voor wel eens een utopie zou zijn, maar... Maar goed, we zullen het wel zien. Daarbij gelaten, vanmiddag weer een partijtje voetballen. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Van de week een bekerwedstrijd gespeeld tegen DFS. 4-1. Ja, ik hoop dat we daar iets van hebben opgestoken. Dat we het vandaag tegen Van Rij ook maar eens eventjes moeten gaan doen. Dus, nou, dat was die weer voor vandaag. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Hij was wel kort. En nog even allemaal een duimpje omhoog knikkeren en even abonneren op mijn kanaal. Dan komt het helemaal goed. En dan zie ik jullie de volgende week weer terug. Ik zeg bij deze de groeten. Fijne zon nog. En dan tot de volgende keer. Ik zeg ciao.